Dus! Hoi Kazi! Hoezo, hoi? Naam is Stevie. De laatste keer toen ik keek, heette ik nog steeds geen YouTube. Helaas. Deze was het. We wachten heel eventjes tot de gezellige mensen er allemaal bij zijn en dan gaan wij live, oftewel live. We hebben Daver al bij, Tristian zie ik erbij staan, gezellig! Dit is een beetje een vervolg. Ik schrijf toch eens uit met die saaie muziek, met die verdrietige muziek. Dat hebben we gehad. Klinkt al een stuk beter. Hallo! We gaan natuurlijk verder met, ik moet zeggen, ik vind mijn guiving heel erg vervelend. Even wachten hoor, dan ga ik wel even kijken. Video settings. Dat is wel heel ver weg. Is dit beter? Niet echt hè? Dus eventjes, zo, hoi. Video. En nou hebben jullie heel even ingezoomd beeld, maar dit klopt voor geen moment. Ik vind het 4 auto. Ja, ik heb hem altijd zo staan dus. Maken. Ik ben geen oude man, maar ik ben erachter gekomen dat ik in één keer een bril moet dragen. Is niet echt aardig, hè, mij dan gelijk oud te noemen. Did you say old man, Mr. Kennedy? It may be come to a surprise, but I'm only 12 years old. Ik krijg hem niet goed, zien jullie daar? Ah, nou zit hij goed, hè? Dat is beter. Het enige wat ik hoef te doen is heel eventjes dat aan te passen. Zo. Goed, single player, EV3. Wij zijn de fluff. We weten allemaal nog wat er de vorige keer gebeurd is. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal nog weten. Zoals jullie zien, hoezo heb ik een zwaardje alvast? Oh ja, die hadden we gemaakt om eventjes dingen weg te halen. Maar, oh wacht, ho, nee, stop, ho, terug, jullie hebben niks gezien. Eén seconde. Oeps. Stevie maakt een foutje.
Leuk hoor. Hoi Cornelis, leuk dat je er bent. Wat is mijn eerste Minecraft? Wat heb je daarop? Dat is mijn eerste Minecraft, letterlijk. Dat is mijn eerste Minecraft-wereld die ik ooit heb gemaakt. In ieder geval, is de verhouding van de gamegeluid is die goed? Is mijn stem goed te horen? Is het echt mooi achtergrondgeluid of is het te luid? Laat het heel eventjes weten natuurlijk, als je daar de tijd voor hebt. Wordt zeker op prijs gesteld. Oké, dit moet eventjes wat groter. Zo. Perfect. In één keer. Goed. Eevee's 3. Die is van 2013, ja, dus... maar goed, in ieder geval, wij zijn de Fluff. Ja, dan moet ik eventjes proberen Fluff zijn... Ja, ik had beloofd dat ik daar Eevee's stemmetje voor zou gaan gebruiken. Dus, de vorige keer namelijk... Stevie is op avontuur gegaan, naar een of andere cave. En die is nog steeds niet teruggekomen. Oké, we weten allemaal wat er gebeurd is, maar het maakt niet uit. Dus, Jij vindt het gamegeluid een beetje te hard. Nou, het punt is, het is niet het gamegeluid, dat is de grap. Dit is achtergrondgeluid. Dit zit niet in Minecraft. Is hij zoiets beter? Ik heb nou iets achter voor jullie gezet. Dus, en volgens mij wordt het nacht. Dus dat is alleen wat heel erg minder. Dus. Maar goed, in ieder geval, Stevie die heeft dus... Ja, we hebben onze eerste hardcore hadden we dus geprobeerd. En helaas kwam er een Enderman, die kwam uit de linkerhoek. En we hadden een hondje genaamd Fluff. En dat hondje genaamd Fluff... Ja, dat viel nogal snel van automatische hoogtes, dus daarvoor hebben we die gewoon thuis achtergelaten. Nu, aangezien dat de hardcore serie anders maar 3 uurtjes zou gaan duren, hebben we dus besloten met z'n allen tot we het verhaal nog wel eventjes door zouden laten gaan. Dan wel met een nieuw karakter, maar niet tot we dus de eerste 2,5 uur weer bezig zijn met een half boomhuis te gaan bouwen. En tot we dat gelijk kunnen skippen, waardoor dat we dus op zoek kunnen gaan naar Iron en wat niet al. Dus vandaar dat we hebben gekozen van we gaan wel gewoon verder met een nieuw karakter, namelijk Fluff, de hond. Daarvoor hebben we de hond weggehaald. Dus dankjewel Super Mario Player, ik kan zelf ook nog lezen, ook al heb ik vandaag een ogentest gedaan. Maar ik heb dus een beetje, ja, we zijn dus Fluff, het hondje van, of ja, de Flareon van trainer Stevie. En Fluff, die gaat nou zijn eigen avontuur verder beginnen. Dus ik weet dat de trainer Stevie overstaat, maar denk gewoon gezellig mee. Wij zijn nog steeds genaamd Fluff. En Fluff, die heeft honger, dus Fluff gaat op zoek naar voedsel. Echt serieus jongens, ik heb een hele drukke dag achter de rug. En daarom is de stream ook een beetje later. Excuses daarvoor. Varkensvlees. Kom hier, ik wil je slachten. Kom hier. Geroosterd. Ja, ik heb helaas niet de kans gehad om de eerste aflevering op YouTube neer te zetten. Sorry Tristian. En sorry Cornelis, ik heb de eerste livestream nog niet op YouTube neer kunnen zetten in verband met dat ik het vandaag zo druk had. Ik ben vandaag heel even langs de opticien geweest om heel even mijn ogen eventjes te laten meten. Want ja, sommige dingen zie ik nogal wazig en dat is nogal vermoeiend inderdaad met kijken. Eerst ben ik bij een gast geweest die meer oog had, pun intended, voor mijn bril. Of voor mijn portemonnee dan voor mijn ogen. Oh, hier zit ook nog eens een keer een cave. Wow, jeez, hoi! Ik schrik me eigenlijk kapot. Ik heb hem met mijn broertje gezien, alleen het laatste niet. Oké, Enderman van rechts. Deze muziek vind ik eigenlijk hier best wel bij passen, maar... Goed, dat was dus een van de grootste problemen die we dus hadden. En daarvoor zijn we dus nu met een nieuw karakter genaamd Fluff. Dat is het hondje wat we gevonden hadden. Die, hebben we gezegd dat is een Flareon. Fluff, zoals jullie kennen, Flareon Games NL, onze moderator. Die nam gelijk de rol aan van de Fluff. Dus we spelen nu als onze Fluff. Maar goed, ik was dus bij de opties en ja, ik heb een bril nodig. Dus binnenkort gaan jullie mij dus zien met een bril. Dat wordt een heel verschil. Ruimt ook nog eens een keertje.
Maar ja, het is wel beter voor me. Dus, en het geeft ook wat meer rust. Dus ik moet een bril gaan dragen, jongens. Verder heb ik ook nog wat andere privé-shizzle op waar ik een beetje mee heb lopen te hannesen. Maar ja, dat hou ik toch echt helemaal privé. Oké, daar is de waterval. Dus dan waterval was key voor ons huis. Want we willen eerst eventjes wat voedsel eventjes klaar gaan maken. En dan wil ik heel eventjes naar de stenen tools weer. Want we zijn alles kwijtgeraakt. We gaan zeker diezelfde cave in. Hoe gevaarlijk dat het ook is. Want er zal vast wel zeker nog wel wat meer te vinden zijn. Plus dan heeft Fluff toch wel een beetje de rustplek. Tot we een graf kunnen maken en alles. Want we gaan echt zo overdramatisch doen als het maar zijn kan. Want dat past er wel een beetje bij. Waarom ook niet. Dan vraag ik mij trouwens af. Heb ik een beetje cobblestone? Want we hebben helemaal natuurlijk nog niks. Hè? Armor helemaal niks. En we hebben een paar signs, die hebben we al gelijk genoemd. Namelijk Skillboy, die heeft Sparkle Shiny Kaas. Dat is onze ore chest die we gaan maken. We hebben hier Flareon Games. Onze Fluff. Daarvoor hebben we voedsel. Oh, we hadden nog voedsel. Nou ja, we hebben toch even voedsel gehaald. Dennis Kolkje met de houten karp. Met onze bouwmaterialen. En helaas nog niet echt veel stenen. De large chest voor Mume, de gouden karp. Dit is voor allemaal visspullen, noem maar op. Ik dacht dat ik al een vishengel gemaakt had, maar waarschijnlijk had Stevie die bij zich. Darn. En hallo Mizelle, ik hoop dat ik je naam goed uitspreek, anders mijn excuses daarvoor. Hier hebben we dan The Man and Daniel Fluff and Dools. Nou, hier hebben we dus nog dat. Herinner je je nog je eerste survival serie dat je op een gegeven moment een dorp zocht voor boeken? Dat was inderdaad dat ik zo'n serie heb gedaan inderdaad met, met allemaal kijkers toen de tijd. Dat was een chaos van hier tot mijn kinder. Ik doe heel eventjes wat drinken, joh. Cornelis, als je doodgaat, gaat de wereld is niet verwijderd. Als je doodgaat, kom je automatisch in een You Died scherm. In hardcore. Er is een manier om dat te omzeilen. Dat hebben we ook gedaan, want het is een stream. En in een stream wil je altijd een beetje flexibel zijn. Dus wat hebben we gedaan? We hebben landmodus aangegooid, waardoor dat je dan als operator cheats aan kan zetten. En zo hebben we dus inderdaad weer game mode 3 veranderd in game mode survival. Dus op zo'n manier zijn we weer aan het survivalen. Goed, we hebben eventjes wat steen nodig. Dus ik ga heel eventjes een houten pickaxe dan maar even maken om eventjes wat steen eventjes te verzamelen. En dan gaan we eventjes wat tools maken, dus... Ja, toen kwam Pieter inderdaad met de opmerking van zaad. Erdag. En niet te vergeten Dutch Gaming Nation toen de tijd ook nog met... ik sloeg jou met mijn zaad. Grappige tijden. Oké, nou, dat liep allemaal dood volgens mij hier. Ik weet het niet meer heel erg zeker, maar we kunnen hier in ieder geval wel wat steen schrapen. Dat kan geen kwaad. Oh! Oké. Okay. Er zit hier een cave. Normaal stripmijnen is niet toegestaan. Dus wat we doen is, als je inderdaad steen nodig hebt, mag je inderdaad wel zeggen van... nou, we schrapen wat steen van de muur af of zo. Maar we gaan niet naar diamond niveau om daar gewoon een recht pad naar voren te minen. Dus... Ik ging een keer bij Minecraft een rivier helemaal afvaren. Na 5 minuten was ik mijn huis kwijt. Dat gebeurde ons bij de eerste livestream ook al. Ik was binnen nood en was ik mijn eerste huis kwijt. Dat is een van de dingen die ik het echt het ergste vind. Dus wat het beste is wat je dan eigenlijk zou kunnen doen... is door gewoon te zeggen van... ja... Het eerste wat je wil maken is een map. Build a map. Kazi, dat zijn zulke oude jokes, joh. Stripminen werkt anders, maar oké. Okay. Stripminen, dat is heel erg simpel. Je gaat op diamond niveau en je mint alleen maar naar voren toe op de hoop dat je diamonds gaat vinden. Dat is stripminen. En stripminen is super saai. In mijn mening. Wacht, hebben we hier... Ah, ik dacht al, is dat kool? Wij zijn altijd anti-stripmining geweest. We
We zijn nu gewoon even wat steen aan het verzamelen, zodat we eventjes wat stenen tools kunnen maken. Ik vind dit al meer als zat. Nou ja, trouwens, weet je wat, we maken heel eventjes de pickaxe even. Want ik zie hier wel een heel mooi cave systeem al, dus. We maken gewoon heel even deze pickaxe nog even op. Waarom ook niet? Oké, dat was de pickaxe. Nou, had niet echt langer nodig. Maar Fluffy wil eerst eventjes die cave in waar dat Stevie heen is gegaan. Je weet wel waar dat die enge, stomme... Enderman tegen zijn gekomen. Ik baal er echt van, we hadden gewoon diamonds gevonden. Dat was gewoon awesome. Oh, wacht even, we hebben ook geen toortjes. Oeps. We hebben in ieder geval dat. Nou nee, we hebben niet voor een... We hebben 59 steen. Oké, nou, in ieder geval. Twee pickaxen doen we heel eventjes maken. Zo. Nou ja, doe maar even wat meer stoks maken eigenlijk. Waarom ook niet? Meid uit, hoppakee. Maak nog meer sticks. Zo. Dan kunnen we heel eventjes nog wat meer tools maken. Zoals een bel vind ik wel fijn om eventjes... Trouwens, nee, die hebben we nog twee! Dom. Laten we dan maar een zwaard maken. Zwaard is wel belangrijk. Voor de rest... Gaan we heel eventjes voor wat meer torches zorgen. Dus ik ga heel eventjes hout hakken. Moet hout hakken! Maar Stevie, juist niet Kat Mario. Wat? Nogmaals, naar mijn mening, stripmijnen, het haalt echt de fun van Minecraft weg. Dus ik ben echt anti-stripmining. Sorry jongens, ik weet dat heel veel mensen echt zoiets hebben van... Ja, ik vind het hartstikke leuk, maar... Ik ben nog steeds van mening dat het echt gewoon heel de fun weghaalt van Minecraft. Maar dat is mijn mening. Dus, sorry voor de mensen die het echt helemaal geweldig vinden, maar ja... Is daar nou een appel? Nee. Ik bedoel, waar zit de spanning in om juist een cave te zoeken en in die cave juist dan, hoe heet het, steeds dieper te willen gaan om diamonds te vinden? Ja, je kunt de hele tijd gaan graven, maar dan heb je toch niet het avontuurlijke van de cave die je gevonden hebt. Kijk nou bijvoorbeeld naar gisteren, dat was zo spannend. Nou, het punt is van mensen die gaan dan gewoon, die graven dan automatisch naar het niveau... Waar dat je de diamonds kan vinden. Het sterkste in het hele spel. Het haalt heel de exploratie weg. Als je een cave systeem vindt, is het toch veel leuker om juist die hele cave te gaan exploren. In plaats van te zeggen van, nou ja, ik ga gewoon maar mijnen totdat ik diamonds vind. Ja, maar wij hebben ons huis hebben we geïmpregneerd. Maak je geen zorgen. Daar heeft Stevie voor gezorgd. Mimmy, grab de brandblusser! Er zijn altijd andere opties. Dan heb je gewoon geen diamonds, bij wijze van spreken. Ja, als je het zo zegt, het probleem is, zo is het gewoon. Oké, laten we heel eventjes wat kool gaan maken. Het probleem is namelijk op het moment... Diamonds is natuurlijk het meest waardevolle van het hele spel, weet je wel? Je maakt hier je armen van, Het is belangrijk. Maar op het moment dat je alleen maar gaat stripminen, dan kom je dus constant redstone tegen, komt constant iron tegen, komt alle ores tegen die je nodig hebt, zonder enig gevaar. Er zit geen creeper om de hoek, er zit geen enderman om de hoek, er zit geen zombie om de hoek. Je hoeft alleen maar, plop plop, ik zet de torch neer, plop plop, ik mine weer verder, plop 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 plop. En zo ga je echt een gigantische lange totdat je genoeg hebt. En dan, hé, kijk eens, ik heb armor. Ik zie daar de fun niet van. Ik zie daar absoluut niet de fun van in. Want het probleem is, als je een cave ziet... Hoe spannend is het van, oh mijn god, waar loopt dit naartoe? Waar loopt dat naartoe? Ik heb een mineshaft gevonden. Ja, als je de hele tijd blijft stripminen, ja, dan kom je ook een mineshaft tegen. Maar ja, in die mineshaft, alles wat je tegenkomt is niet echt meer nodig. Want, hé, je bent al stripminen, dus diamonds kom je toch wel tegen. Ja, maar dat is dus juist het probleem. Als je full iron gemined hebt en je gaat stripminen alleen maar om diamonds te vinden... Je hebt juist die full armor om de diamonds te vinden. En als je gaat stripminen... Waarom zou je die full armor nodig hebben? Want echt serieus, je hebt geen gevaar. Dus ja, dat is waarom dat stripmijnen... Ja, ik zelf doe het ook niet. En het is bij onze multiplayers altijd ook een regel dat we dat niet doen. Dus
Vandaag. Oké, hebben we al wat meer... Oké, we hebben al 8. Dus we kunnen daar ook al wat meer toortjes maken. Wacht eventjes, ik heb een veel beter idee. Verbrand mijn zwaard! Niet alle caves hebben inderdaad een toegang. En soms hebben wij dan ook wel eens, als wij inderdaad echt in een wijde omgeving, als we links-rechts alles hebben afgezocht, niks kunnen vinden, dan hebben wij ook de regel dat we naar voren minen. Totdat we een cave tegenkomen, dan moeten we weer heel die cave gaan exploren. Maar dat is echt heel erg zeldzaam. Barty, dit is 1.13.2. Misschien eigenlijk wel handig om heel eventjes dit eventjes te halveren. Tot we daar even stokjes van kunnen maken of zo. Nou, verbrand dat zwaard is. Oké, het is echt een hele slechte fire source, maar het helpt weer iets. En kijk naar eergisteren. We hadden binnen no time diamonds gevonden. Nou ja, Stevie had diamonds gevonden. Nou ja, ik zou dat eigenlijk niet kunnen weten omdat Stevie overleden is. Bla bla bla. Dus moeten we nog een graf van maken als we dadelijk op die plek komen. Mocht zijn spul daar nog liggen, wij pakken niks op. Wij laten het mooi despannen voor onze neus. Reden hiervoor is namelijk, hey, dood is dood. Ik ging nooit tripminen, want dat was saai. Maar als ik in cave inging, dan verdwaalde ik altijd, want ik vond het leuk om het helemaal te exploren. Hey, Fluff! Nee, de Fluff is hier. Die is nou hout aan het omzetten in kool. Charcoal. Dus de Fluff is hier. Nee, we pakken het gewoon nu op naar Super Mario Player. Fluff! Nou, laten we eventjes in ieder geval hier even een stapel plankjes van maken. Zodat we weer een crafting table bij ons mee kunnen nemen. En dat we weer een furnace met ons mee kunnen nemen. Dat is altijd wel fijn. Daarom de charcoal die we dus ook meenemen. Zo. Nou ja, waarschijnlijk komen we toch wel kool tegen. Dus het is meer eigenlijk van tot we genoeg... ...toortjes mee kunnen nemen. Constant vooruit blijven minen op een diepte waar dat je diamonds kan vinden. Dat is tripminen. Ah, deze set muziek die hebben we eigenlijk nog best wel nodig inderdaad. Rip Stevie. Nou ja, de Eevee Stevie. Voor de iets gevoeligere onder ons, Eevee is niet dood. Eevee is gewoon, die zit hier op de bank. Die is moe. Die had geen zin meer in Minecraft. Daniel, ondertussen is er zoveel bijgevoegd aan Minecraft dat een mod het niet echt nodig is. Ik heb geen community Minecraft server. We zijn er nog een beetje mee aan het kijken hoe dat we dat gaan doen. Mumme is er mee bezig, maar daar zijn nog te weinig... Er is nog te weinig informatie over dat we daar echt iets over zouden kunnen zeggen. Dus ik durf daar nog niet echt een ruime uitspraak over te doen. Goed. Eventjes een beetje... Zou een stack genoeg zijn? Denk het wel. Nou ja, ik neem het gewoon voor de zekerheid mee. You never know. Want het is nou nacht. Wij gaan slapen. En dan gaan wij de cave in. Dan gaan wij eens eventjes kijken waar de cave zit, waar dat Stevie in is gegaan. Volgens mij zat dat... Oh, kijk hier nou toch eens. Heb ik botten? Ik kan botten krijgen, toch? Hun droppen toch... Ja, er zijn botten gedropt. Wel voorzichtig. Nee, mijn bot. Ja, blaf. Wat nou blaf? Van één bot heb jij waarschijnlijk niet genoeg, jongen. Nee, tornado's komen niet voor in vanilla Minecraft, maar dat is ook nergens voor nodig, in mijn opinion. Ik zag er hier eentje naar binnen gaan, of niet? Hallo? Hallo? Waarom kom ik nou zoveel caves in één keer tegen? Nou ja, misschien dat het ene botje werkt. Joehoe! Het was te proberen. Oh mijn hemel, daar staat een creeper. Oké. Kom maar. Wij gaan vechten met de creeper. Wij zijn boos op creepers.
Ik sla je. Oh boy. Boop. Ik haat dat sisgeluid. Waarom gaat dat sisgeluid nog door? Oh, ik hoor alles tot... Ik hoop dat we van alles oppakken. Maar goed, dit was het cave systeem waar dat Stevie in is gegaan. Part 1. Lastig hoor, dit met een livestream. Dus wij gaan gewoon dit volgen en we gaan gewoon kijken wat we hier tegen gaan komen. Heb ik wel genoeg hout voor een schild te maken? Ja, oké. Okay. Dus we hebben maar één iron nodig. Ik ben heel benieuwd. Moet iets, dus... Oh boy. Oh, wacht, dat is zo. Dan kunnen we zo hier... Rondom. Aan welke kant is Stevie nou opgegaan? Is die dan? Gewoon de toortjes volgen. Gewoon de toortjes volgen. Hé, hey, je beetje. Blijf het zeggen, hè. Gemeen, hè. Oké. Okay. Volgens mij... Ik zie daar iron. Oh, kan ik dit heel even snel verlichten, alsjeblieft? Oeh. Oké, okay, deze muziek past hier wel bij. Mm. Oké. Okay. Laten we eerst even snel dat iron hier even minen. Dan kunnen we tenminste even een schild maken. Ik weet echt niet welke kant Stevie opgegaan is. Oké. Okay. Wij zijn een brave fluff. Denk ik. Daar ligt goud. Oké, okay, we hebben zelfs al goud. Mooi. Concentratie, jongens. Dit is gevaarlijk iets. Ik hoor lava. Horen jullie dat ook? Ik ben heel stil en heel geconcentreerd, jongens. Als het op first person views aankomt, dan ben ik altijd super snel gespannen. Excuses daarvoor. Heb ik gewoon steen? Ja, ik heb gewoon steen. Even in de hotbar. Dat is altijd handig. Oké, dit even daarop. Ik heb niet echt aan een vluchtroute gedacht, dus niet echt slim. Ja, ik weet dat daar obsidian zit, maar daar kunnen we nog zo weinig mee op het moment. Ik zie hier ook goud, daar kunnen we ook nog niks mee. Dus laten we heel eventjes gewoon hier. Volgens mij zijn we daar ergens... Hallo. Ik hoor je. Waar ben je? Ik vind het niet leuk. Nee, ik vind het niet leuk. Nee. 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 Niet bruh. Don't bruh me. Do not bruh me. Oh mijn hemel. Ho, hoi. Waar kom jij vandaan? Bruh. Als daar een squiggly doorheen komt, dan ben ik de Sjaak. Nee. Ik hoop niet dat ze een andere weg hebben. Als ze een andere weg hebben, dan... Oké. Okay. Laten we gewoon rustig hier de smelten plaatsen. Wij gaan gewoon rustig hier de smelten plaatsen. Hou je murf. Hou je murf. Zwijg. Ik wil eerst iron hebben. Ik moet iets hebben om mijn eigen te kunnen verdedigen. Oh, ik ben echt nerveus. Zombie, ik rooster je... Difficulty is hard, want het is hardcore. Oké, okay, laten we eerst even snel gelijk even een schild maken. Ik wil eerst even een schild maken. Laten we eerst even gelijk een schild maken. Verdediging. Verdediging is sleutel. Zo, we hebben een schild. Oké.
maken, hoor, die zombies. Oké, kan ik heel misschien... Ik kan zo even kijken. Hallo. Kom maar even boven kijken zo. Kiekeboe! Kiekeboe! Hi! Alles kit? Hoe is het ermee? Hoe is het met je oma? Nou, echt waar, echt serieus. Nog steeds diezelfde ziek? Nou, is niet goed, hè. Ziet ze ook nog steeds een beetje groen. Sorry dat ik het vroeg. Sheesh. Chagrijn. Nou, het probleem is dan dat het begin heel erg moeilijk zou zijn. Oké, we zitten hier die knus aan. Ik ga gewoon hier al eventjes hoog kijken zo van. Hallo. Waar zijn jullie? Oh boy. Vertrouw het niet. Niks ervan. Ik ga er nog niet eens in. Kijk wel uit. Oké, nou in ieder geval we... 6. We hebben genoeg voor een... broek. Is goed, Daaf. Dan tot strakjes of tot zometeen. Nou, in ieder geval, we hebben de broek ook. Dan gaan we eens kijken of we de plek van Stevie kunnen vinden. Al zie ik hem wel daar weer een torch, maar... Laat ik even kool meenemen. Nee, dat doet chestplate, Super Mario Player. Chestplate geeft het meeste. Goed. Concentratie. Nog iets, jongens. Gewoon probeer een beetje ook van de... Echt die statistieken. Bleh. Probeer een beetje gewoon van de sfeer, van de atmosfeer, van het verhaal, van de spanning. Probeer daar een beetje mee te genieten. In plaats van elke keer die statistieken van... Weet je wat ik tot het helft ben? Schoenen zijn het zwakste van normaal, weet je wel. Oh. Allemaal van dat statistieken gedoe. Bah. Als ik wel één ding weet... Mimmy die zou wat later komen. Aan de ene kant heb ik zoiets van de goud willen we ook wel meenemen. Fluff, nemen we de goud mee? Nou ja, ik vraag het eigenlijk aan mezelf. Sanity is real ondertussen. Het zit hier onder water. Ja, ziet als een film. Pak de kaas. Oké, wij pakken de kaas. Wij pakken de kaas. Wij hebben zin in kaas. Oké, maar dan moeten we wel een beetje strategisch en goed voorzichtig wezen. Want hieronder... Ik hoor spinnen. Zo. Oké, even kijken hoe dat we dat gaan doen. Want er ligt genoeg. Dus we kunnen hier even een bruggetje bouwen. Goed. Wacht eventjes. Dat ziet eruit alsof dat ik dat gebouwd heb. Oh nee, dat heb ik daar net geplaatst. Wauw. En dan kunnen we kaasappels maken. Het enige wat we hoeven te vinden dan is appels. Ik zet even één ding wel even anders. Dat is heel even hem iets lager. Ik zit de hele tijd naar strepen te kijken en dat irriteert me gruwelijk. Oké, wacht eventjes, er zit hij wel. Wie is er achter me? Oké. Ik heb een appel! Ja, ik wou dat ik appels had. Oké, we hebben genoeg.
Het is niet de locatie waar dat we volgens mij heen willen. Ik wilde wel eventjes hier een torch plaatsen. Oh, is het donker. Nog meer goud. Oeh. Nou, het ziet er... Could you not? Please? Een kaasappel. Beste appels ooit. Oké, we hebben 13. Dan kunnen we wel heel eventjes dan smelten. En dan kunnen we even een pickaxe maken. Misschien kunnen we zelfs nog schoentjes maken. Wie weet. Kan zomaar. Ik bedoel serieus. Charcoal er even in. 2 stuks. Wat maakt mij het uit. Hoppakee. Dat erin. Klaar. Misschien kunnen we ook gelijk even een iron sword maken. Dat maakt alle dingen nog beter. Mario Player. Ja, ik ken die touch kaas. Wat? Er zijn geen monsters om ons heen. Wij zijn vrolijk en alleen. Er is geen gevaar, er is alleen vrolijkheid. Toch? Zoiets? Ik heb Fluff hier ook echt naast me zitten. Dit is Fluff. Ja, ik weet het. Voor het groene scherm doet hij het heel erg raar. Excuses daarvoor. Oh. Dank je. Kijk, voor het groene scherm doet hij helaas een beetje gek met zijn kraagje, maar... Ik heb Fluff bij me. Onze Fluff. Onze enige echte Fluff. Fluff, dek eventjes een beetje zo. Hoort zo, probleem opgelost. We hebben Fluff bij ons. Dat is mijn konijn die achter met zijn hooi bezig is, waardoor dat ik het geluidje hoor. Wauw. Jullie, heb ik echt ooit weer het verhaal verteld van dingen die je niet moet doen als ik aan het Minecraft spelen ben? Zeker niet als ik hardcore aan het doen ben. Jullie, foei. Oké, misschien is zo'n zwaardje toch wel eigenlijk heel erg handig om hem gelijk eventjes te hebben. Goed. Kunnen we gelijk even alvast dat goud even minen, terwijl dat dit nog bezig is. Ah, trouwens, we kunnen al genoeg hebben voor de helm. De helm! Zo. Voor de mensen die het willen weten, dat was een Flareon, dat was geen Eevee. Sorry. Oeps. Hou je klep. Zombie dude. Uh-oh, dat klinkt als een squiggly. Hi. Oh, het is te druk. Oké. Oké, het is toch heel druk. Kan ik? Oké, hoeveel zit hier? 2. We komen 1 blokje iron tekort. Dan gaan we nu mijnen. Mighty man. We gaan het goed pakken. Neem het gewoon mee. Moeten we hier niet te kretig worden? Laten we gewoon de andere route nemen eigenlijk. Ja, we nemen de andere route. Het is kaas, het is geen goud. Waarom denkt iedereen dat het kaas is? Oh, dat was niet slim trouwens. Oeps. Ik neem nog een charcoal. Echt alles voor 2 blokjes iron? Ja. I don't care. Ja, trouwens doe maar 1 blokje, want anders hebben we 2 stacks. Dat is niet echt handig. Doe maar gewoon 1 blokje. Ik hoor alles. Ik ben echt nerveus. Ik ben echt bang. Ik wil hier weg. En snel. Misschien despant het wel. Misschien is het allemaal nep. Misschien is het gewoon allemaal naar droom. Oké, we zitten in full iron. Nemen we deze mee. Nemen we deze mee. Goed, we hebben een schild. We hebben een iron sword. Dus wat we nou gaan zoeken... is het pad wat Stevie genomen heeft. Uh,
Dat wat Stevie genomen heeft? Nee toch? Nee. Oh boy. Dag meneer de creeper, wat ben je toch gemeen. Dag meneer de creeper, ga maar naar de... Ja, ga maar naar de lava. Vind ik helemaal niet erg. Nou, ik zie hier gravel omhoog lopen. Dit lijkt mij meer waar dat we uitkomen hoor. Ja, dit is onze uitgang. Duidelijk. Maar wat zit hier dan? Een spin! Dan kunnen we weer een nieuwe vishengel maken. Dat is alleen maar goed. Dat is gunstig. Wat is dit? Oh. Volgens mij zijn we op het pad die we... die Stevie gelopen heeft. Moeten we wel voorzichtig wezen. Ja, want volgens mij... Hier hebben we toen... hier heeft Stevie de diamonds gevonden. Denk ik. Dit loopt dood. Ja. Kijk maar. Hier ligt een crafting table. En iron. En een creeper. Dit is de plek. Nee, je mag niet trappen, je bent er binnen gekomen, dus dan kun je ook eruit. Oké. Doei. Dit is de plek waar dat... Oké. Laten we dat water al eventjes laten stoppen. Let's be careful. Nou ja, we hebben in ieder geval wat extra iron meegenomen. Ik vind dat we dat hier wel kunnen pakken. Want items zijn netjes gedespawned. Net zoals de 8 diamonds die we hadden gevonden. De muziek past er weer goed bij. Ik heb een beter idee. Precies. Laten we even een bucket meenemen. Eigenlijk wil ik naar beneden. Ik weet dat daar ook nog een gang zit, maar ik wil eigenlijk hier naar beneden. Dol. We moeten nu dapper zijn. Oké, laten we eerst eventjes zorgen dat we hier wel een doorgang hebben. Voorzichtig wezen natuurlijk. Oh, ja, de creeper heeft aggro. Hallo! En daarom is een schild zo belangrijk. Oei! Oké, achter ons is veilig. Mooi. Aangezien dat we niet willen dat er hier iets in één keer gaat spawnen of ons lastig gaat vallen. Volgens mij is dit de plek waar dat... Daar kwam die enemy volgens mij toen. Ik weet niet meer precies, maar... Je kan in ieder geval nou bijna niks meer spawnen. Je beetje, daar ben ik het helemaal mee eens. Luister naar de wijze woorden van een Litlio. Oké, daar zal niks meer kunnen spawnen. Goed. Dan eens kijken of we weer... diamonds zouden kunnen vinden. Dat zou helemaal geweldig zijn trouwens. There is a skeleton. Hallo? En er is een creeper. Oké, maar die creeper... Die creeper die zit vast. Die creeper kan ons niet lastig vallen. Want die heeft zijn zwemdiploma niet gehaald. Al die groene elektrodes hier...
Redstone is eigenlijk ook heel belangrijk eigenlijk om te vinden. Of lapis. Hallo? Hoor je? Ik vind het eng. Echt al die geluid. En we kunnen heel even bij dat bij de creeper kunnen we daar even water ophalen. Boter! Oké. Nee, dan met... Horen jullie de stromende water ook zo dichtbij? Dat is echt creepy dit. Oh! Duidelijk. Maar er zit water daar. Zodat we dat water mee kunnen nemen. Zou handig zijn. Oké, laten we eens even kijken wat daar zit. Oké, daar zit nog een beetje iron. En er zit hier nog een hele cave achter. Oké, daar zit dat water. Goed. Bucket of water? Prioriteit nummer 1. Ik bedoel, ik weet dat we een Flareon zijn, dus vuurtype, maar lava, dan zijn we hier op een of andere gekke manier. Dit is niet... Nee, wat doe ik? Nee, ik ben echt dom. Automatische tik, jongens, sorry. Oké, eventjes dit gangpad even goed verlichten. Huh. Er zijn een paar dingen die ik nog niet wil horen en dat is er één van. Hallo? Oh, daar zit hij. Daar zit hij. Hi. Oh, oké, okay, heb ik gezien. Oh, ik heb Slowness. Hi. En je boog droppen. Hey. Ik ben heel geconcentreerd, jongens. Alvast sorry. Hebben we nou een rondje gelopen? Daar zit weer water. Te zien niet, maar het loopt daar wel weer naar beneden toe. Dus daar kunnen wel weer diamonds zitten. Maar ik wil eerst eventjes wat extra iron meenemen. Dus! Nou jongens, ja, dit is Minecraft stream. Ik die echt constant heel erg zenuwslopend. Oké, eerste pickaxe kapot. Tweede pickaxe erbij. Oh, dat is niet erg jongen. Was gezellig dat je er was. Tot ziens, tot snel. Wait a while. We hadden nog boter hier ergens. Maar is dat altijd een plafond? Hallo, Esteban. Oh ja, sorry. Ja, boter, kaas. We noemden het hier kaas. Mijn excuses. Het is kaas. Jullie, wil je nou niet zo met je hooi spelen alsjeblieft? Dat sist te erg in mijn oor. Is creepy. Waarschijnlijk hebben ze ook zo de naam gekregen van Creeper. Oh ja, daar zit boter. Oké. Kieken, dankjewel voor de cheer. Eevee is powered up. Flareon is powered up. Wij gaan gewoon verder. Wij hebben een boost. Wij kunnen dit.
Dankjewel, Kieken. Dankjewel voor de 100 bits. Star bits. The bits of exploration! Met een klein beetje angst. Klein beetje maar. Ik weet niet, ik vind het een beetje eng. Maar we hebben in ieder geval Stevie's plek gevonden. Alleen dan weten we dus nog niet waarvan moeten we het graf maken. Hebben we al ideeën. En we hebben geen wraak kunnen nemen op die Enderman. Dat vind ik wel jammer. We moeten op zijn minst hier nou ergens een Enderman tegenkomen of zo. Zo, daar is veel iron dat hier ligt. Oh, auw. Recht in mijn bakkes. Dat is niet aardig. Emeralds! Nou, ik dacht eigenlijk misschien blokken kool in verband met tot het gekild is door een ender. School? Oh ja, wacht eventjes. Het is woensdag. Nee, ik zit al van... Is het niet ondertussen kerstvakantie, maar dat is volgende week pas. Cobblestone? Ik weet niet. Cobblestone? Waarom cobblestone? Cobblestone is een normaal. Dan zou ik eerder zeggen van pak gewoon blokken kool. Je kunt ook wel black wool nemen, daar niet van. Ja, black wool! Dat is een idee. Laten we gelijk ook heel eventjes een souvenirtje meenemen. Waarom ook niet, hè? De Fluff heeft gekozen. Fluff zegt Black Wool. En het is de Revenge of Fluff, dus Fluff bepaalt. Zo staat het in het script. Hebben we een script dan? Blijkbaar. Het zou fijn zijn als we nou iets van water al mee hadden genomen. Dag Zubat. Zubat used self-destruct. I don't care. Er zit daar iets. Het is lastig te zien dit, jongens. Maar kunnen wij diamonds vinden? Dat zou ook heel fijn zijn. Ja, ik zag ook redstone, maar die zag ik net eerder ergens anders ook al, dus. Plus, we hebben nog niet echt veilig water om over lava heen te gaan. Omdat ik zo stom ben geweest om elke keer het water af te blokken. Want ja, Fluff houdt niet van water, dus we willen eigenlijk geen emmer water weer meenemen. Want daar hebben we een specifieke afbeelding van die ik toen al een keer gebruikt heb. Fluff vond hem geweldig trouwens, die afbeelding. We mogen langs de lava gaan lopen. There is a skeleton. Horen jullie mok? Oh nee, dat is helemaal goed. Sahin, moet ik je dan noemen? Moet ik dan gewoon ook zeggen Sahin of moet ik gewoon je zusnaam gebruiken? Probeer overal rekening mee te houden. Nou, we kunnen in ieder geval een kompas maken. Dat hebben we alvast weer. Als elke MC-mob een Pokémon was, welke Pokémon zouden ze dan zijn? Sowieso is een skeleton een Cubone. Sowieso. Alleen, hoe zou je dan een zombie eigenlijk klassificeren? Ik wil echt weten of er iets in die hoek zit.
Nou, zou ik ook nog wel vrede hebben als je een voltdorp zou noemen. Oké, daar zit verder niks. Een witch, Mr. Mime. Met psychische drankjes. Dan kunnen we wel een leuke. Is wel een leuke. Denktopic eigenlijk, als je zo over nadenkt. Waarom die spannende muziek ineens? Nou, bij de Pikmin zou ik gewoon eerder denken bij mijn eigen van... Een Pikmin is eerder een... Wacht eventjes, ik heb geen vluchtroute. Heel belangrijk, hè, vluchtroutes. Bij een Pikmin, die zou ik eerder als een Spoinkness... nee, Grumpix. Want als ze zagrijnig zijn, dan vallen ze je aan. Oké, we hebben alles hier. Goed. Er was nog een cave daarachter. Dus dan wil ik dit even goed... Even... Ik heb daar een torch. Oké, dit gaat goed. Phantom? Wat is een Phantom? Jongens, ik heb 1 van 13 namelijk nooit gespeeld. Dat is juist het probleem. Hallo? Water! Oké, we houden niet van water, maar... Het is een begin. Voor mij mag die spannende muziek nu elk moment ophouden. Dank je. Een gast is ghastly. Nee, maar een Phantom Witch. Oh, zombie is Phantom, Witch is Mr. Mime. Oké, okay, Phantom is een, oké. Okay. Ik dacht dat dat een nieuwe enemy in, want ik weet dat er dus nieuwe enemies zijn in Minecraft, dus, Oh ja, nee, dat klopt, ja. Dat is de pre-evolutie van Trevenant. Sorry, soms ben ik een beetje dom. Soms ben ik echt alles vergeten. Daarom train ik maar gewoon echt 9 Pokémon. Oké, maar goed. We hebben water bij ons. Hadden we hier al gekeken? Hier? Nee, want hier zie ik goud. Hieronder ligt lava. Oké, laten we hier heel eventjes eerst het water eventjes... Goed. Zo gefocust hier. Is hier verder niks? Oh, dat loopt gewoon een rondje, denk ik. Nou ja, we kunnen het altijd zien, want we kunnen nou gewoon lekker zeggen van... Hoppakee. Probleem opgelost. Wat wel belangrijk is, is zorg ervoor dat je de boel wel goed blijft verlichten. Sorry. Oké, ik zie meer redstone, jongens. Wat wil je nog? Nee, oké.
We zitten trouwens met onze inventory. Oké, onze inventory is vol. Laten we heel eventjes voorzichtig ergens even onze inventory een beetje proberen te legen. Oké. Achter ons is veilig. Voor ons kan gevaar zitten. Oké. Granite, don't care. Diorite, don't care. Seeds, nee, want het is geen zaterdag. Die hoeven we niet te hebben. Charcoal, kunnen we nog even wel wat torches van maken. Laten we dat even doen. Poef. Mooi. Zwaardje kan weg. Goed. They're rough, don't you think? Goal voordat we naar huis gaan. Een paar diamonds vinden. Ten nagedachtenis van Stevie. Oké, hierboven kan van alles naar ons druppen, dus... We moeten voorzichtig zijn. Daar zit ook nog een cave. Daarachter loopt nog een cave. Genoeg caves, dat zekers. En genoeg om te minen. Vergeet niet, het is juist extreem handig om zoveel mogelijk... tools en merchandise eigenlijk een beetje zo met je mee te nemen. Een big cave, hé? Nou, laten we dat eens heel even afblokken. Wie weet, misschien liggen er zelfs een paar diamonds onder verborgen of zo, weet jij wel. We willen we straks weer uit de cave komen, lopers, klimmend. Escape rope. But I couldn't afford the cost. That was dark and cold in the smells of mold. Get a hold of yourself, old champ. For dance on me, that brought with me my trusty my moon map. Vergeet niet, alle Eves kunnen dik leren. Omhoog graven doen we niet, Kazi. We zijn erin gekomen, dus we kunnen er ook weer uitkomen. Ben je dan een goed richtingsgevoel? Nee. Alleen wil ik wel eventjes een beetje mijn brightness omhoog zetten, want even kijken, video settings, hoppakee. Het is wel fijner ook voor jullie natuurlijk, de kijker, maar voor mij, aangezien dat ik nog steeds een beetje brilloos ben, omdat mijn bril is nog niet binnen, iets minder vermoeiend. Omhoog minen is eigenlijk ook een beetje, ja, te veel cheesen. Gewoon een hele livestream proberen uit de cave. Het kan zomaar gebeuren. Laten we gewoon uit de cave komen. Ja, je weet je, dat probleem had ik eigenlijk na de livestream ook al. Dus daarvoor ben ik een privéwereld weer begonnen. Oké, de pickaxe is kapot. Mumedia is normaal gesproken tegen het gebruik van iron pickaxen. In verband met, ja, iron pickaxe, het is niet makkelijk om iron te komen. En ja, stenen pickaxe heb je genoeg. Maar ik vind ze zelf veel sneller minen. Dus ik denk dat ik heel eventjes een setje extra iron pickaxe ga maken. Want we hebben zoveel iron nu. Plus aangezien dat ik weet hoe belangrijk kool nu eigenlijk is. Oké, even kijken. Wat hebben we hier? We hebben redstone nog. We hebben hier nog meer iron. Lapis zie ik hier op de grond liggen. Hier nog een beetje kool. Dit loopt wel heel erg ver omhoog. Trainer Stevie, je krijgt een bril. PS zat niet op stelten. Zat te multitasken. Ik volg je niet helemaal, maar oké. Oké, hier loopt het dood. Tenminste, laten we zo even kijken. Niks aan die kant. Oké. En hoe... Loopt dit weer naar boven misschien? Nee. Oké, prima. Dit is gewoon doodlopend. Nee, ik vind het ook geen wereldramp. Ik vind het juist heel erg fijn dat ik weer wat dingen dan zuiverder kan zien en alles. Dus daarom ben ik er absoluut niet op tegen dat ik een bril ga krijgen.
Ik bedoel, het is eventjes wennen, dat. Maar voor de rest, I don't care. Ik kan er wel mee leven, dus... Oké, nou, in ieder geval eventjes een kleine drinkpauze. De crafting table hier even bijzetten. Zo. En... dat pleuren we daarbij. Zo. Dat pleuren we daarbij. Zo. We hebben nog op het moment te weinig... gold om te gaan smelten. We zitten nog niet op een stack. Dus de iron zo omsmelten is een heel groot voordeel. Omdat daar kunnen we dan iron blocks van maken. Dus dat is heel erg fijn. Maar voor de rest hoeven we eigenlijk niet echt veel om te smelten. Ja, wat heel erg fijn is, wat je ook zou kunnen doen, is inderdaad blokken kool kunnen maken. Waardoor dat je weer inventory space bespaart. Dus... Fluff, gaat alles nog goed mee? Ik bedoel, ja, het gaat zeker heel erg goed met mij. We hebben de plek gevonden waar Steven zijn ongelukje heeft gehad. Dus die ligt nou met zware hoofdpijn thuis. Maar wij gaan dit overleven. Wij gaan het voor elkaar krijgen. Denk ik. Was je wel op het zand, Bobby? Nou, het punt is, ik denk dat lava eigenlijk eerder gevaarlijk zou zijn. Wat was dat? Ik ondertussen al even... trouwens, dat ken ik alvast. Even twee pickaxen maken, dat is wel zo fijn. Oh. Ah, ik heb maar genoeg voor één. Ha! Ondertussen kunnen we dit even afsmijnen, dus... Ja, het is niet hetzelfde als in de Nether. Dat is ook wel weer zo, inderdaad. Nou, lopen we hier heel eventjes naar beneden. Kunnen we hier heel eventjes rustig alles... Wat wil je liever? De hele dag YouTube-video's maken voor je beroep of streamen voor de lol? Als beroep! Als beroep zou ik dan zeggen, video's maken voor YouTube. Want dan heb ik namelijk... Dan zou ik dus inderdaad video's kunnen maken. En er inderdaad gewoon... goed voor betaald kunnen krijgen tot ik inderdaad op mijn eigen kan blijven wonen. Dus als beroep zou ik zeggen... dat ik dan liever zou zeggen... maar ja, streamen kun je altijd voor de lol. Dus waarom zou je stoppen met streamen ook al heb je YouTube als beroep? Dat is een beetje... Kijk, als je van YouTube je beroep zou kunnen maken, dan zou je helemaal geweldig zijn. Het enige probleem is, het is bijna niet meer te doen. Het ligt er natuurlijk ook wel aan een beetje, wat zijn de voorwaarden die er aan zitten? Bijvoorbeeld van YouTube je beroep maken. Wil dat dan zeggen dat je inderdaad 8 uur per dag, zeg maar, 40 uur in de week aan video's werkt... en dat je dus een leuk, gewoon normaal inkomen hebt? Of is het zo dat je dus inderdaad, bij wijze van spreken, 80 uur in een week zou moeten werken aan video's... en dan mag hopen dat je de maand doorkomt? Kevin, daar ben ik het helemaal mee eens en daarvoor ben ik zo lekker veel aan het livestreamen... omdat het zorgt voor zoveel interactiviteit met de kijkers, wat veel leuker is dan heel YouTube. Plus YouTube, daar spam me de laatste tijd helemaal dood met... U heeft een copyright claim. U heeft geen copyright claim, want we hebben hem weer ingetrokken. Maar nu heeft u weer wel een copyright claim. Nu heeft u misschien een copyright claim. Moet wel even nog 3 mailtjes over sturen. Dus... Kevin, ik ben het er echt helemaal mee eens. Maar ik zeg je heel eerlijk, ik vind het interactieve vind ik ook veel leuker. Dus als ik een keuze zou moeten hebben van... Waar zou ik eerder mijn werk van willen maken? Van YouTube of van Twitch? Oh, laat het Twitch zijn. Ja, ik weet het, Kevin, maar sowieso... ik weet niet of je fan bent van Enzo Knol, want ik wil natuurlijk niet op verkeerde tenen trappen, natuurlijk. Maar zover ik Enzo ken, moet ik heel eerlijk zeggen... Ik mag hem niet. Reden is hoe dat Enzo met zijn fans omgaat. Ik weet niet of dat ondertussen is veranderd. Laatste keer dat ik het heb meegekregen, dat was... Ik denk dat er nou zo'n... 2,5 jaar geleden is?
Maar 2,5 jaar geleden, toen heeft hij gewoon mensen die hem wouden zien op een conventie. Met Twitch ben je onafhankelijk van donors. Klopt, maar ja. Als je, hoe heet het, zo'n groot publiek hebt waarvan bij wijze van spreken 10% zou subscriben. Nou, subscriben, dat is 5 euro, waar dat weer, hoe heet dat, een deel naar Twitch toe gaat en een ander deel dat gaat weer dan naar jou toe. Maar reken dat eens even uit, stel je voor, je hebt, ik noem er maar iets, 10.000 mensen die regelmatig soms naar je kijken. De ene helft die kijkt de ene keer, de andere helft die kijkt een andere keer. En 10% daarvan die blijft geabonneerd, dus die 5 euro per maand. Nou, sorry, maar dan heb je toch wel een heel erg leuk... Nou, oh, dankjewel Flair. Dankjewel Fluff. Dat vind ik echt aardig dat je dat zegt. Maar goed, in ieder geval om heel eventjes terug te komen. Waarom mag ik Enzo niet? Dat was op een YouTube gathering. Ik zag hem staan. Er waren echt mensen, nou echt... Die wachtrij die was 4 uur lang. En er waren de mensen die hadden 3 uur in die wachtrij gezeten. En Enzo die had gewoon geen zin meer. Die is eventjes de VIP-lounge ingegaan. Die heeft toen gezegd van... Ja, ik ga naar huis. Dus die mensen die 3 uur hebben gewacht... Ze hebben nog niet eens de rij afgezegd van... Nee, nu komen er geen nieuwe mensen meer. Echte mensen die nu nog in de rij... Nee, gewoon mensen die 3 uur voor niks hebben staan te wachten... Omdat Enzo gewoon dacht bij zijn eigen van... Ik heb je zin, ik ga naar huis. En dat is eigenlijk een beetje de reden waarom dat ik zeg van... Ja, sorry... Dan ben je niet... Ja... Is goed, Cornelis. Tot strakjes. Maar ja, aan de andere kant... Een baan hebben is tegenwoordig ook niet echt ideaal... Want je moet maar hopen dat je een contractverlenging krijgt. Dus... Alles heeft zo zijn voordelen en alles heeft zo zijn nadelen. Dus ja... Nou ja, één voordeel is het wel. Mocht ik YouTube mijn werk kunnen maken of zou ik dat als bedrijf op kunnen geven... dan zou ik veel makkelijker naar conventies kunnen gaan en zelf meet-and-greets kunnen organiseren. Omdat, ja, dan is het wat makkelijker om te reizen. In verband met dat is iets goedkoop... Sorry, iets goedkoper dan. Dat zou een voordeel wezen. Kevin, wat ik zelf vind, mag ik zeggen. En dit is een voorbeeld. Ik ken veel meer van Enzo, want ja, we hebben zelf in die VIP-room gezeten. Nou, hoe dat hij over zijn kijk is privé. Ga ik ook niet zeggen hoe. Maar ik mag hem niet. Ik heb nog steeds een hekel aan hem. En dat zal zo blijven ook. Dat is mijn mening. Dat jij er een fan van bent, is jouw mening. En daar heb ik volledige vrede mee. Het enige wat ik dan vraag is, heb ik dan ook vrede mee dat er mensen zijn die er niet mogen. Want ik kan ook langs zieke mensen gaan met de camera van... Hoi, kijk eens hoe heet het lief dat ik ben. Maar ik ga langs mensen zeg maar, die ik nog niet eens ken en dat doe ik nog niet eens op camera. De YouTube gathering, dat is inderdaad... Dan heb je dus, dan komen YouTubers, dan wacht je in een rij... En dan kun je dus inderdaad een foto en een handtekening maken. En de entree is maar 25 tot 30 euro. Ja, oké, okay, fan is een groot woord... Maar je snapt denk ik wel wat ik bedoel, Kevin. Het was ook niet hatelijk bedoeld, maar het is gewoon echt van... Ja, ik... Weet je, ik ken heel veel grote YouTubers en... Nee, Kasi, dat gaan wij niet doen. Ik ken heel veel grote YouTubers. En er zitten een paar grote YouTubers dat ik zeg zo van... Jongens, jullie zijn goed bezig. Ik ben trots op jullie. Wees trots op je kanaal. Maar er zitten ook YouTubers tussen. Nee. Je weet wel, fake news. Hoe heet dat? Clickbait. Net doen alsof dat je aan de druk zit voor een video. Je betaalt 25 à 30 euro, je wacht 3 tot 4 uur lang voor je favoriete YouTuber... ...en je krijgt gewoon niks omdat hij gewoon heeft gezegd van... ...ja jongens, ik heb je zin maar ik ga naar huis. Nogmaals, het is 2 jaar geleden, dus ik weet niet hoe dat tegenwoordig is, maar... ...ja. En zo heb je dus meerdere YouTubers. Het enige wat je daar eigenlijk hebt is je YouTuber ontmoeten. Maar waarom dan Astafa? Ik bedoel, serieus, een discussie, er is niks mis mee. Ik word er niet agressief van of zoiets. We zitten toch te wachten tot de Iron is gesmolten. Dat duurt zo lang. Wat ik heel erg belangrijk vind, is dat iedereen weet wat tot iedereen meningen heeft. En
laat ik het zo zeggen, van mij apart vindt iedereen Enzo geweldig. Iedereen in deze chat, van mij apart, weet je wel, dat is jullie mening en ik respecteer jullie mening. Wat heel belangrijk is, is dat je geen mening opdringt. Van, ik vind dit en jij moet dat ook vinden. Doe dat nooit. Nee, het is niet echt een discussie inderdaad, Kevin. Helemaal mee eens. Ik krijg heel veel geluidjes. Ik weet niet wat de geluidjes... Oh. Dat is duidelijk. Wie heeft op de... Kevin P, dankjewel. Welkom bij Team Eevee. Zou dat toevallig... even kijken. Tristian, jij hebt niet dingen gekregen, zie ik. Maar toch bedankt voor de follow. Heel erg bedankt daarvoor. Maar dat is ook de reden waarom dat ik ook niet meer naar de Dutch YouTube Gathering ga. Ik bedoel, ik ga naar heel veel conventies. Ik heb zoiets van... Willen jullie mij ontmoeten? Nou, ik vind het hartstikke gezellig. Zeker te weten. Ik sta echt bij heel veel conventies, dus waarom ook niet? Het werd een keer tijd tot het allemaal klaar is. Goed, nou, we hebben wat kool. We hebben de kool daar net allemaal opgemined. Nou, het heeft niks te maken met aan wie zijn kant dat je staat. Vergrijp alsjeblieft niet verkeerd, jongens. Het heeft niet te maken met dat je aan een kant staat. Het is gewoon je mening. Al zou je hem wel leuk vinden. Even goede vrienden. Ik ga niet slechter om je denken of zo. Dat is juist precies wat Kevin zegt. Er is geen kant. Ja, je vindt hem leuk, je vindt hem niet leuk. De ene... Kijk naar Erik en mij. Kijk naar Erik en mij. Iets heel erg anders, weet je wel. Erik, elke keer als ik begin over satésaus, houdt hij zijn neus dicht. Gadverdamme, wat is dat voor een stankzooi. En ik heb zoiets van satésaus, ik hou ervan. Ja, smaken verschillen. Het is zo makkelijk namelijk. Dus als je iets leuk vindt, schaam je er niet voor. Vind het gewoon leuk. Ik bedoel serieus, ik ben een twintiger. In de 30 al. Die nog steeds Pokémon speelt. I don't care. I really don't care. Voor mensen om mee te gamen. Nou, Kevin, hartstikke gezellig dat je er bent. We hebben ook onze Discord natuurlijk. En op ons kanaal, we hebben de Legend of Zelda randomizer die we heel vaak doen. We hebben Minecraft Hardcore op het moment die we dus nu op het moment bezig zijn. We hebben Super Mario Maker die we gaan doen. Ik ben van plan om ook nog eens een keertje Crash Bandicoot te gaan doen op een livestream. Tenminste, dat is de bedoeling. We hebben heel veel projecten die we hier doen op de livestream. Dus je bent welkom. Natuurlijk, als je een keertje weer de tijd hebt en we zijn live. Je bent altijd welkom. Dus nogmaals, welkom in Team Eevee. En niet te vergeten, ben je op zoek naar Pokémon Trading Kaarten? René Cards is natuurlijk je winkel. En ben je op zoek naar een Pokémon Plus? Any World for You? Nee, dat klinkt niet. Any World for You. Die doen we gewoon met de lage stem. Die is gespecialiseerd in Pokémon Plusjes. Voornamelijk Eevee Plusjes. Links staan allemaal in de beschrijving, noem maar op. Krijg je daar geld voor? Nee. Maar het zijn gewoon hele gezellige winkels. En ik weet dat er heel veel mensen vaak naar dat soort dingen op zoek zijn. En bang zijn om snel opgelicht te worden of verkeerde of veel te duur betalen. Laat ik nou toevallig geen verstand hebben van Pokémons. Dus klik je op een... Sorry. Ik moet even een grap maken. Dus klik je op de eerste beste stream die je ziet van trainer Stevie. Nee. Heel flauw, ik weet het. Sorry. Heb ik nou mijn crafting table daar serieus achtergelaten? Wij lopen dadelijk nog even terug naar boven. Oh, je kijkt gewoon de eerste beste stream van Minecraft. Net, ja, touché. Maar ja, we doen ook wel meerdere dingen als alleen maar Pokémon, dus maak je daar geen zorgen over. Oh, nou, als Kevin een beetje hoopt over uitleg over Pokémon, dat is geen enkel probleem. De beste Pokémon die er bestaat is Eevee. Want die kan namelijk in 8 verschillende evoluties. En al die 8 evoluties, die zijn ook geweldig. Dus, super makkelijk. Hashtag Team Eevee. Oh, daarom heet je ook trainer Stevie. Yep. Laat ik heel eerlijk weten. Mijn eerste YouTube naam, dat was Zelda Player 20. Maar ik wou echt van een nummertje af. En vergeet Litleo niet. Nou, Magikarp staat op de tweede plaats. Litleo dan op de derde plaats, denk ik. Dan maar. Dus. Hoe zei je? Dat bedoel ik. Wat is een Eevee? Oké, nou moet je oppassen. Nee. Geintje natuurlijk. Maar je hebt dus FIFA Crew 2. Nou, FIFA, ja, dat is voetbal, neem ik aan. Is dat nog steeds voetbal?
Is er nog steeds voetbal op de consoles? Ik speel dus een hele... Ja, ik ben meer van de action platformer games. En een heel klein beetje first person. Zelda Blade, vind ik, dat is volgens mij nou 2 jaar geleden. Want in 2016 ben ik naar Elvia gegaan. En toen was het kostuum ook af. En eigenlijk ook sinds dat ik trainer Stevie ben ik ook gestopt toen met roken. Dus trainer Stevie heeft heel erg veel positieve nieuwe wendingen toen ook gekregen. Dus ja. Maar goed. Wij moeten op zoek naar een nieuwe gang. Want echt serieus. Die ene trap die liep naar niks. En loopt dit dood. Want we willen weer een beetje spanning en sensatie op gaan zoeken. En oh boy. Oké, laten we hier even een toortje plaatsen. Dit wordt weer even linkersoep. Nou, heel veel die zeggen dat van heb je een hekel aan toen je Zelda Player 20 was. En nee, absoluut niet. Ik bedoel, serieus, daar is de community toen een beetje bij opgegroeid. Dus wat ik wel grappig vond is... Oh boy. Oké, laat maar gewoon dat blokje daar staan. Ik heb geen last van dat blokje. Maar ik bedoel van, als ik over na ga denken, weet je wel, er was er eentje naar me toe gekomen die zei ik zo van, ja, eigenlijk vind ik het wel false advertising, hoor, want Zelda Player 20 heeft je groot gemaakt. En nu gebruik je, verander je gewoon in één keer je naam en ga je gewoon alsof dat je Zelda Player 20 bent. Maar ik ben toch ook Zelda Player 20? Oké, mijn naam is veranderd, maar Zelda Player 20 en Stevie is één en hetzelfde persoon, dus... Daarom vraag ik mij je dan toch af. Ik vraag trouwens af, gaat dit door? Even kijken hoor. 2, 3, 4, 5. Oké, niks. 2, 3, 4, 5. Ik zie daar iron. Hey, we mogen één ding exploiten en dat is dat we iets zien. En als we iets zien, mogen we het opminen. Dat is de regel. Ik kijk jou niet om je naam, maar als je YouTuber, ik respecteer dat je dat deed en je moet niet met YouTube... En je moet met YouTube doen wat jij wilt en niet wat anderen willen. Mee eens. Dat is ook een reden waarom dat ik nou ook heb gezegd van ik stop heel eventjes met let's plays maken. Ja, Kazi, dat mag niet meer hoor, tuurlijk wel, joh. Als jij mij zeep wil noemen, als jij daar blij van wordt, noem me lekker zeep, joh. Voor de mensen die het niet weten, dat is dan heel erg grappig. Hoe werd ik zeep genoemd? Zelda Player 20. Dat was toen van... Oh, trouwens, we mogen weer vijf verder kijken. Oh, Iron. We exploiten het gewoon. Tristian, ik heb Let's Plays gemaakt. Er is weer een plan om een Let's Play te maken. Daar ben ik met je een beetje over aan het... we zijn nou met een concept bezig. Zomaar. Nee, we hebben een concept. Oké, ik zie... helemaal niks. Ja, daar ligt nog Iron, maar we hebben hem nou genoeg geëxploit. Dus we kijken gewoon heel eventjes deze kant op. Nee, niks. Kijk nog even deze kant op. Redstone, kijk. Nou komen we ergens. Nou, daar heeft dus een reden dat... Daar wou ik dus uitleggen, die man. De reden waarom dat ik me zeep noemde, dat was wegens een YouTuber genaamd Ninwezen. Die heeft ondertussen een andere naam. Ik weet niet precies meer wat hij met YouTube verder doet. Maar die noemde zichzelf dus Ninwezen. En die had dus... die was dus begonnen met... die deed dan een shoutout. En die noemde mij altijd Zeepie. Als in ZP, maar dan Zeepie. En het grappige met Zeepie was, dat was toen in één keer Zeepie. En toen kwamen we dus uit op Zeepje. En Zeepje is toen zeep geworden, dus dat is een beetje de grap. Astafa, ik ben niet van plan om een Pokémon Let's Play te doen. Iedereen die vraagt zich wel af, wanneer komt de Mystery Dungeon? Ik heb eigenlijk het idee,
En ja, ik heb daar eigenlijk al een paar keer om gevraagd van... ja, willen jullie dat al een beetje zien? Ik heb eigenlijk een beetje het idee om Mystery Dungeon, de Let's Play... om die te gaan verder vervolgen in een Let's Stream. Maar dan natuurlijk met live voice acting en noem maar op. Omdat, vergeet niet, die caves, dat zijn juist hele mooie momenten om de chat in elkaar te kunnen zien. Dus... Nienwees is al een tijdje gestopt. Oh, dat wist ik nog niet eens, joh. Kun je nagaan. Maar ja, ik weet heel veel YouTubers dat ze gestopt zijn. Gewoon omdat ze er geen plezier meer in hadden. En er is ook een handvol YouTubers gestopt omdat... ja, ze wouden bekend worden. Ze wouden beroemde YouTubers worden. En dat is het niet geworden. Ja, ook zoiets. Ik roep altijd, jongens, probeer niet... hoe heet dat? Ik krijg heel vaak van... ja, ik wil ook YouTuber worden. Doe het omdat je plezier erin wil hebben. En niet omdat je dan beroemd kan worden. YouTube moet je nooit doen met de intentie om beroemd te worden. Want dat werkt gewoon niet. Heel jammer, maar het is wel zo. Oké, we hebben weer een nieuwe gang, denk ik. Want hier zit weer lava. Oké, we hebben nog geen diamonds. Maar er zijn meerdere manieren om aan diamonds te komen. Via villagers bijvoorbeeld of zo. Dus daarom neem ik zoveel mogelijk kool mee. Gaan we gewoon de overwereld gaan we gewoon exploren. Want we hebben dadelijk nog dat we gaan vissen. Mooi, je leeft nog. Ja, we hebben de plek gevonden van Stevie. We hebben helaas alleen nog geen enderman gevonden om de wraak op te uiten. Maar... leven doen we zeker nog. Lang zullen we leven, lang zullen we leven, lang zullen we leven, ook al zitten we in een cave. Ik hou niet van deze cave, ik haat deze cave. Ik hoop het. Ik hoop dat we deze weg terug gaan vinden. Volgens mij niet echt. De laatste Mystery Dungeon Hardcore was een cliffhanger, inderdaad. Maar daarin moet ik helaas een videootje editen. Want ja, die serie kunnen we echt niet verder doen in verband met... ja, de mensen die eraan meededen. We hebben er te weinig tijd voor. Het editwerk was gewoon veel te extreem veel. Dus ja, we willen wel een hardcore weer gaan doen met een groepje. Maar dan echt maar met 3 man of zo. Dat is eigenlijk een beetje de planning die we dus nu hebben. Hier loopt het weer naar beneden. Daar kan diamonds liggen. Wat hebben we hier nog meer? Is het gewoon in een rondje? Nee. Oké. Nou, laten we gewoon heel eventjes minen wat we hier weer kunnen pakken. En dan gaan we gewoon daar dadelijk naar beneden toe. Maar dat is ook een van de grootste redenen waarom dat ik dus echt op pauze heb gedrukt met de Let's Plays. Want inderdaad, Mystery Dungeon, Pokémon Mystery Dungeon bedoel ik dan, The Explorers of Sky. Mystery Dungeon, de Hardcore serie. Terraria. Allemaal van die projecten, daar wil ik wel aan werken. En noem het maar op, maar er zitten zulke grote gaten in. Paper Mario, die gewoon een jaar heeft geduurd voordat ik daarmee verder kon. Ja, dat kan gewoon niet, in mijn mening. Diamonds! Oké. Goed. Wij moeten een trapje bouwen nu. Dat kan hier wel in. En hier eventjes een torch maken zo. Dan gaan we hier eventjes... voorzichtig. Laten we dit eventjes naar beneden vallen. Ik zei, laten we dit heel eventjes... Hallo! Jij hoort nu te vallen. Dank je. Goed.
Oh, we hebben Flint. Dan mag jij weg. Oké, dan ga ik eens heel eventjes kijken, jongens. Want wat we kunnen doen is... Zo. Dan zo. Oké, er zit daar een skeleton. Hier eens even kijken of ik hier al een torch even kan plaatsen. Dat was onze trap. Oké, zo dan. Dan opeens, boom. Astafa! Niet zo over onze fluff praten. Onze fluff blijft leven. Oké, daar is de skeleton. Hierachter hoor ik lava. Oké, ik hou wel niet van deze muziek hierbij. Goed. Daar loopt water door. Nou, Fluff die is sterker dan Stevie, hoor. Fluff die trapt daar niet in. Hoppakee. Fluff die heeft zelfs al zo'n bucket met water bij zich. Ook iets wat Stevie vergeten was. Ik weet niet meer waar dat skeleton nou is, want ik zag die skeleton net aan de overkant, maar... Oké. Dirt mag weg. Spider-eye, die pak ik nooit. Gunpowder. Ja, kan wel handig zijn om die... Nee, gunpowder wil ik bewaren. Ja, die granite en andere zooi. Goed, laten we eerst nou die diamonds eens even meenemen. Oké, het is er meer dan één. Dat is een voordeel. We zijn heel voorzichtig geweest. Oké, het zijn er al vier, dus we kunnen al een pickaxe maken. Mooi. Kunnen we gelijk obsidian meenemen. Altijd handig. Het is Leroy's reference. Niet zo oké, jongens. Oké, zit er echt geen meer diamonds? Altijd even extra kijken. We hebben vier diamonds. Als we er nou net eentje meer hadden, dan hadden we ook een enchantment table kunnen maken. Nou, weet je wat dus de grap is? De gimmick van ik hou niet van lava. Dat is een ding geworden nadat ik eigenlijk dus daar een herhaling van heb gemaakt. Dus Leroy zei het, ik herhaalde ervan. Wie maakt dan de reference? Of wie maakt dan de catchphrase? Want is het de catchphrase geworden omdat Leroy het zei? Of is het de catchphrase geworden omdat er zo op gereageerd wordt en tot er dus edit grapjes over gemaakt worden? Dat is ook weer een ding waar je over na kan denken. Maar we weten allemaal, het komt van ongelukkige Leroy. In verband met in de eerste hardcore serie ging hij dood in lava. En de tweede, daar zei hij, ik hou niet van lava. En dat zei hij op zo'n leuke manier, dat moest ik gewoon blijven quoten. Daar kon ik niks aan doen. Ik vond hem zo zielig. Hij viel gewoon echt in één keer zo, nee! Ik vond het echt zielig. Oh boy, ik hoor een squiggly. Ik hoor een squiggly, jongens.
Het komt van Leroy, geëdit door Stevie en het is een kanaalmeme geworden. Simpelweg, het is een gemeengoed van het kanaal waar we van kunnen genieten. Zoiets? Hij was niet lavabadmeester, hij was gewoon als eerste in de lava gevallen. En toen hebben wij dus gezegd van dat we bruggen Leroy proef zouden gaan maken en zo. En daar zit een opening. Daar ben ik niet echt blij mee, want daar kan dan van alles doorvallen. Maar dat gebeurt vast niet. Toch? Tenminste, ik zie verlichting. Hallo? Ik weet niet meer precies wat we op de graf hadden gezet, maar ik zou nu neerzetten. Hij hield niet van lava. Oh. Volgens mij heb ik heel eventjes... Ik moet heel even iets naar iets kijken. Want volgens mij heeft mijn konijntje te weinig water. Ogenblikje hoor. Zo, kijk eens aan. Hé? Wel belangrijk, hè? Alsjeblieft. Jij ook, jullie? Kom maar, vriendje. Zo. Zo dan. Hé? Ik heb papa's weer naar de stream toe, hè? Ik heb papa's weer netjes laten lachen. Ja? Lief zijn, hè? Heb je nog genoeg voedsel? Ja? Mooi. Zo. Fluff, welterusten. Ik pas goed op mezelf, maak je geen zorgen. Trainerstoel. Trouwens, Fluff, wat moeten we voor Stevie op het graf zelf neerzetten? Want ja, we maken het nou van wol, maar wat moeten we erop zetten? Ja, pauze is over. Oh, sorry. Ogenblikje, jongens. Studio Stevie, één goede.
Echt serieus, jongens. Ik heb Mark hier aan de telefoon van Tomo. En die zit hier te slijmen tot ik het een keertje wil zeggen wanneer dat het is en waarom dat het is. Echt serieus. Hé, hey, wij zijn kindvriendelijk, hè. Dus dat laatste, dat zeg ik er absoluut niet bij. Ik ben je straks wel terug. Tot zo. Hoi. Dus. Ja, zo neem ik echt op als ik aan het livestreamen ben. Oh, de fluff is al uit. Ah, oké. Okay. We verzinnen wel iets. Komt goed. In ieder geval, dat ging over Tomo Fair. En Tomo Fair, ja, het is een conventie waar dat ik hoe heet het? Waar dat ik een training card game tournament doe van Pokémon. Microfoon staat aan, hè? Ja, oké. Okay. En ja, hij wou dus al gelijk dat ik dus ging reclame maken dat jullie allemaal hartstikke lief zijn. Slijmbal. En ja, of jullie dus ook zin hebben om natuurlijk naar Tomo Fair te komen. Want hey, hoe meer bezoekers, hoe leuker. Natuurlijk moet je dat doen als je er zelf zin in hebt en alles. Maar we hebben een leuk tournament, dus ik zou het wel gezellig vinden als jullie daar naartoe zouden komen. Het is in Amsterdam, 5 en 6 januari, hartstikke gezellig. Dus ja. Bij deze kunnen wij. Ik hoor te veel enge geluiden, maar kunnen wij nog wat diamonds vinden? Dat zou helemaal geweldig zijn. There is a skeleton. Oh, er zijn meerdere skeletons. Hoi. Als jullie nou eens met elkaar gaan vechten. Hij heeft wel een stukje geraakt met een pijl. Waarom ga je hem niet aanvallen of zo? Jammer joh. Maar inderdaad, het was Mark van Tomo. En natuurlijk het themadeck dat wordt gesponsord door... Moet dat echt elke keer zo? Ja. Heb ik René een beetje beloofd. Echt waar? Serieus? Nee. Maar ik vind het gewoon leuk om het zo te doen. Oh, we hebben geen ruimte meer voor... Wat? Ga weg met die gravel. Ik wil geen gravel. Oké, hebben we wel nog genoeg voor de bloemkool? Ja. Maar ja, daarvoor werd ik dus gebeld. Ik hoor heel veel zombies om me heen en dat vind ik niet leuk. We hebben wel veel experience, dat is wel fijn, maar... Op zijn minst. Die twee diamonds die we nog nodig hebben eigenlijk. Nou ja, natuurlijk is diamond armor ook wel heel erg handig. Maar daar kunnen we de village people voor vragen. Ja, kijk hier eens. Kijk eens. We hebben diamonds. Daarom mine ik ook zoveel kool. Oké, dit kool vind ik niet leuk. Dit kool is geen goed kool. Oké. Okay. Oh, dit loopt naar die trap daar. Oeh. Oké. Okay. Wat zit hier dan nog? Hebben we hier nog een blokje iron? Sowieso. Diamonds! Oké. Okay. Nog meer diamonds, jongens. Oké, okay, we moeten nu de terugweg gaan vinden. Neem dit nog mee. Oh. Dit is nasty. Dit is een heel nasty stukje hier. Oké, dat was de pickaxe. Volgende pickaxe. Oké, we hebben daar de diamonds. Laten we nog eens heel even kijken of hier niet extra diamonds zitten. Je weet het nooit. Oké, okay. Whatever. Zal wel. Ik zie niks. Oké. Okay. Hier zit niks. Laten we niet te gierig worden. Geen verdwaald blokje hier nog onder? Oké, okay, dat was heel dom wat ik daar deed. Excuses. Adrenaline stijgt nu, jongens. Oeh. Al zit ik eraan te denken. Nee, we moeten ook gelijk obsidian meenemen. Ik hoor dat. I don't like it.
Zwijg jij, dwaas. Oké. We gaan hierheen. Even deze boel hier goed verlichten. Ik zie hier verder geen diamonds liggen, dus we gaan daar gewoon gelijk verder met de trap. Maar we gaan hier wel eerst eventjes een diamond pickaxe maken, want we moeten obsidian meenemen. Dragon, Charizard. Shiny Charizard. Nee, niet beide. We hebben alleen op het moment Charizard als goal. Sorry! Oké. Wij kunnen ook weer genoeg even omsmelten, dacht ik zo. Dus laten we gewoon hier even doen. Oh mijn god, ik hoor geluiden, jongens. Ik vind dit echt niet leuk. Oké, wij zijn een... Oké, daar... Niet leuk, jongens. Oké. Laten we wat obsidian hakken. Trouwens, laten we... Ik weet dat Fluffy hier niet blij mee is, maar... Veiligheid voor alles. Bucket Challenge! Dit slaat nergens op! Sterker nog, ik heb aan die gekte meegedaan. De Ice Bucket Challenge. Ik werd genomineerd door mijn animator die ook de intro heeft gemaakt. Alex. Die nomineerde mij in één keer voor de Ice Bucket Challenge. De eikel. Nee. Nou, hebben we trouwens een vraag aan jullie. Nee, dat was ook voor een goed doel. En ik heb toen ook gedoneerd naar dat goede doel. Dus ik heb me netjes aan de regels gehouden. Ik heb netjes gedoneerd. En ik heb het ook gedaan voor het goede doel. Dus don't quote me aan dat ik het verkeerd heb gedaan. Want het was inderdaad voor het goede doel. En dat heb ik zo ook volgehouden. Van, hey, het is voor het goede doel. Dus... Maar heel veel die deden het alleen maar omdat het trending was. En ik was genomineerd. En ik dacht bij mij eigenlijk, oké, prima jongens. Jullie willen ook een Ice Bucket Challenge doen? Dan doe ik een Ice Bucket Challenge. Kom maar. En ja, Obsidian, dat duurt lang om te hakken. Dat zeker. Dus, maar ik had eventjes een vraag aan jullie. Want als we uit de cave komen, dan is het eerste wat we natuurlijk willen gaan doen, vissen. En dan denk je bij je eigen, hoezo is vissen dan zo belangrijk? Omdat met vissen kun je een van de beste items te pakken krijgen. Dan kun je hele goede bogen te pakken krijgen, noem maar op. Maar dat neemt een hele lange tijd in beslag. Dus, gaan we dan gewoon gezellig streamen en gewoon gezellig kletsen, noem maar op. Dat ik de hele tijd zit te vissen en dat we gezellig een leuke topic gesprek, noem maar op, gaan doen. Of zeggen jullie van, nou ja, waarschijnlijk gebeurt er toch niks, doe maar off stream. Waarschijnlijk doe ik toch het livestreamen, maar wat vinden jullie? Laat het heel even weten. In natuurlijk het pad tot we veilig thuiskomen, want hierna moeten we echt naar huis toe. Ja, de meeste die deden het toch echt wel voor de trend. Maar ja, in ieder geval, het ging voor het goede doel. En het goede doel heeft veel geld binnen kunnen halen. En heeft dus hun doel bereikt. En daardoor perfect, dus. Hoor je mij absoluut niet klagen. Cornelis, dit is hardcore. We gebruiken geen cheats. Ik zie wel lapis nog extra liggen. Dat is altijd handig. Later, Cornelis. Huh?
een combo. Shiny hunten en... laten we een combo gaan doen. Laten we gaan shiny hunten en vissen tegelijkertijd. Toen kun je gewoon zo met mijn Switch zitten. Het enige nadeel is, ga ik hier zo met mijn Switch zitten, dan zien jullie het niet. Hey, we kunnen het proberen. Draai ik gewoon af en toe een keertje de camera om, weet je wel. Zo van, nou, zo ziet de progress er op het moment uit. Even kijken, hoeveel obsidian hebben we? 17. Je hebt er 12 nodig voor de poort. 4 voor een... We hebben zat. Oké, kunnen we dit veilig mijnen? Nee, dat kunnen we niet. Nee, 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 nee. Water. Wie schrok er? Wie schrok er? Wie heb ik een hartverzakking gegeven? Sorry! Maar ik ben een Flareon, ik kan het tegen. Ik ga naar huis. Dat was echt gewoon de foreshadowing van het is tijd om naar huis te gaan. Op, weg, naar huis. We hebben het gehad. Oké, deze trap hebben we net gehad. De weg naar huis vinden wordt eigenlijk best wel een beetje lastig, maar we gaan het gewoon doen. Goed. Rustig blijven. Niet stressen. Niet schrikken. Kalm. En heb vooral lak aan al die geluiden die je overal hoort. Oké. Deze trap herinner ik me nog. Dit is namelijk vlakbij de ruimte waar. Want wij kwamen hier uit, dacht ik. Hier weer omhoog. Of is dit die ruimte waar dat we heen zijn gegaan en dat doodliep in verband met... Volgens mij is dit die doodlopende ruimte. Waar dat we... Ja, dit is die doodlopende ruimte. Ah, dan zet ik hem even op repeat. Even overnieuw. Deze muziek past perfect. Dan zetten we deze muziek nog een keer even aan zo. Maar dat is die doodlopende ruimte. Goed. Waar is de weg naar huis? Misschien daardoor? Nee, daar zijn we net. Is die daar? Nee, dat is die trap. Is waarschijnlijk wel hierdoor. Eerst obsidian. Nee. Is hij ook dood? Ondertussen zitten ze allemaal gouden handeltjes al te deployen, weet je wel. Van, gaat enig Stevie dit halen? Wacht, wat zit daar? Is hij achter die ladder dan? Nou, één ding is zeker, daar zijn we niet geweest. Maar wat zit hier dan? Stevie, je bent weer nieuwsgierig. Wacht eventjes. Nee, 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 nee. Dit brengt ons wel naar iets waar we al... Hier heb je die andere plek. Dus hier moeten we naar boven. Is dit niet de eerste plek waar we diamonds hebben gevonden? Is dit niet de beruchte plek waarin Stevie de Enderman tegenkwam? Volgens mij lopen we nou rondjes. Ik geef omhoog. Screw dit. Oké, ik zie hier niet echt dat we een vluchtroute hebben. Dat is slordig van mezelf. Ja, kijk maar. Hier, hier. Dit is de weg, want hier, hier heb je de crafting table. Dus hier moeten we omlaag. Hier hebben we de diamonds gevonden.
Hier zijn wij uitgekomen. Hier moeten we in, dat weet ik 100% zeker. Ik ben niet bang, ik heb een zwaardje vast. Daglicht! We made it! We made it! Hebben we een beetje een gezellig muziekje, jongens? Waarom ook niet? Nee, niet zingen! Ik weet waar ik ben! Wisland, Wisland, oh wat zullen we gaan? Vis met vissen, ja we slaan ze aan! Vis shiny hunten waarschijnlijk bij de volgende livestream, jongens, en hoe? Oh, hebben we het niet echt verkeerd gedaan? Ik bedoel, we hebben nog heel erg veel voedsel over. Ja, ik wil gewoon even een paar signs maken. Ja, maar dan moet ik heel eventjes gaan lopen zoeken. Jij weet je, dat schiet nou niet op. En we moeten de bomen natuurlijk ook nog verder afmaken. Maar ik wil eventjes een paar signs maken. Dat moet gewoon eventjes nu. Hebben we ruimte? Ja, we hebben de ruimte. Zo, even een paar signs. We hebben de 9, dat moet wel kunnen. Even kijken, dit is de main boomstronk. Kan ik daar? Ja, dan hebben we iets meer hout nodig. Heb ik mijn bel nog bij me? Ik heb mijn bel nog bij me. Kan ik hier ergens? Zaad. Oké, het wordt wel bijna nacht, dus we moeten wel eventjes opschieten met bomen hakken. Want in de nacht willen we... We willen geen risicopraktijk, hè? Dus, ja, we hebben armor, maar dat wil niet zeggen dat we nou risicovol moeten gaan doen. Dus laten we heel even snel eventjes wat bomen nog omhakken, tot we even extra hout hebben. Tot we even een extra plateau kunnen maken en dan kunnen we heel eventjes een wal der awesome mensen weer gaan maken. En ook al sta je al op de eerste, dat maakt niet uit. Want dit is een hele andere livestream. Dit is livestream 2. Dit is de wraak voor Stevie. Dus. Hoeveel hout hebben we? 24. Dat moet wel kunnen. Klinkt weer zo lekker spannend die muziek zo, hè? Oké. Zo. We moeten hier sowieso nog wat meer toortjes op hangen. Daar niet van. Eens even kijken. Kunnen we dit even loskoppelen? Dat is beter. Auw. Oké. Omhoog. Dit een beetje groter maken nu. Is wel de bedoeling. Mimmy die heeft mij geadviseerd om gewoon te zeggen, ja, waarom niet?
Jij hebt een shovel, ik negeer gewoon. La 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 la, la 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 la, la 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 la. En dan zit ik heel eventjes te denken, dan is het eigenlijk het leukste. Je kunt ze op bladeren plaatsen, hè? Dus goed. Ga ik ze toch hierboven even plaatsen, gewoon zo. Kan dat zo? Het is nog een tijdelijk bed, dus... Wacht eens eventjes. Wij hebben toch nog genoeg van die struikjes, of niet dan? Niet echt zo heel erg veel. Ik zit echt te denken, waar zullen we... Weet je wel, hier... Ah nee, trouwens, daar wil ik nog een trapje op maken, dus dat schiet ook al niet op. Weet je wat, we gaan wel even slapen, we gaan wel even voor extra hout zorgen. Neem even twee iron. Oh, dat moet niet. Wauw. Neem even twee iron. Zo. Maak even shears. Moet dat echt nog in deze livestream? Ja, ik wil jullie op bordjes plaatsen. Snap dat nou eens. Het graf, dat bewaren we voor de volgende keer, jongens. Dus het graf gaan we nog niet gelijk maken, maar... misschien zijn er appels trouwens gevallen. Oh, ik zie een creeper. Wij nemen wraak op de creeper. Nee, we hebben echt geen zin om te ontploffen, of wel? Oké. Okay. Ben ik alleen maar blij om. Appel! En mijn inventory zit voor me. Appel! En Eevee... Oh, nee, jullie doet het goed. Jullie doet het goed. Niks aan het handje. Goed zo, jullie. Tristian, wacht heel eventjes. Ja, trouwens, nee. Tristian, ik zet jou ook op de naam. Je beter kun je me heel eventjes laten onthouden tot ik je Tristian ook op het bordje zet. Heel erg belangrijk. Dat ik het niet vergeet. Tristian die was heel erg supportive. Dankjewel. Ik wil heel eventjes een mooie muur maken waar we zeker het een en ander op gaan hangen. Dus. Dit ei hier. Apple. En natuurlijk ook door Kieken. Kieken heeft Eevee opgepowered met Cheerer. Dus Kieken wil ik ook op de bochtjes hebben. 100%. Ah, is dat niet pay to win? Een beetje. I don't care. Kieken heeft het verdiend, vind ik. Sorry. Ik vind het wel eigenlijk grappig om een paar van die lege kale boomstammen zo te hebben. Oké, okay, heb ik nou bijna twee stacks? Ja, daar kunnen we wel een muurtje alvast van maken. Het gaat om het idee. En er hangt daar nog één stukje struik aan. Zien jullie dat? Geef het! Nou, op zich, ik vind... Oh nee, dat is Rotten Flash. Ah, we hebben helaas nog geen puppy nou, maar... Dutch Wim? Milan Teuns? Nederlands kraak? Zou fijn zijn. Enge pet, ik vind hem hartstikke leuk. Stel je niet aan. Het is een hartstikke leuke pet. Dan vind je mij namelijk ook eng, want ik ben de Eevee trainer. Maar goed. We gaan heel eventjes, laten we eerst eventjes wat voedsel erbij pakken, denk ik. Oké, nou, dat hebben we. Eens eventjes. Ik heb niet echt nog een design hiervoor in mijn hoofd. Eens even kijken. Gewoon een beetje...
of is hier een boomachtig iets achter omheen te doen. Beetje bladeren, dat kunnen we later aan de onderkant kunnen we dan nog wel een beetje bij doen. Maar we willen een muur dat we de bordjes op kunnen hangen. Dat is wel het fijne. Ik zie in één keer heel veel mensen voorbij komen die ik nog niet heb gezien. Dutch Wim, Ronde Aap, Shooter. Dan denk ik dat je Shoot bent. Hoi Shoot. In ieder geval welkom allemaal, gezellig. Oké, okay, nou, we hebben in ieder geval niet zoveel meer, dus ik wil hier eventjes alvast een beetje die muur gaan maken. Nee, hou het maar wel gewoon op Nederlands, jongens. Straattaal liever niet. Maar goed. Jongens, wij moeten focussen, want de wraak is gelukt. Oké. Okay. Je bezig, Litlio? Zorg ervoor dat je vuur aan vol klaar staat. Je beetje, ga je gang. Ga ik voor de sign, sorry je. We houden het gewoon lekker Nederlands in de chat, jongens. Ja, maakt niet uit. Ik denk dat deze zo'n 3 hoog hebben ongeveer. Dat is wel mooi. Nou, welkom terug, Kazi. Nou, we hebben in ieder geval de muur. We gaan zeker met betere design eraan werken. Maar goed, even kijken. De wraak. Van Fluff. Is gelukt door... Past dat? Nee, dat past net niet. Is gelukt, dan doen we gewoon door hier. Door... Duidelijk, jongens. Maak je geen zorgen erover. Dankjewel, Astafa, dat je een beetje begreep waarom. door. Goed. Hij moest net... Tristan? Tristian was het, geloof ik, dacht ik. Tristian. Schrijf ik hem zo goed, je beetje? Astafa, het is al goed. Het is maar een time-out. Maak je geen zorgen erover. Tristian 200. Nou, ik heb hem zo goed geschreven. Oké, okay, Tristian 200. Dan zetten we er hier nog eentje onder neer. Super de Boer. Oh nee, Super Mario Player heet hier, hè? Super Mario Player. Super Mario Player. Ja. Ja, 200 past er niet onder, dus dan heeft hij pech. Kieken. Kieken vind ik erbij horen. Ja. Flareon Games, ook al is het een mod, Flareon Games. Want die is namelijk het karakter. Ariamat heb ik vandaag niet bij zien komen eigenlijk. Dus vandaag, hij was er niet bij deze livestream volgens mij. Ik weet wel dat de man er al een hele tijd bij was.
Ja, nou wordt het lastig. Wie ga ik er nog meer bij gooien? Ik heb nog één plaatje vrij. Did I hear Apple? Ik zit te twijfelen tussen twee mensen. Ik wil ze er eigenlijk allebei in gooien. De eerste ga ik sowieso naar Dave even gooien. Dave64 is dat. En de andere die wil ik nog heel eventjes bij de man gooien. Maar de man die heeft hier al een bordje. Nou, vooruit. De man die staat al daar op een bordje. Dan hebben we het in ieder geval hier al een beetje mooi gemaakt. We gaan hier nog veel meer aan komen. Hoe lang dat deze hardcore serie dan ook doorgaat. Dus dat zien we dan wel. In ieder geval, we zijn 3 uur en 10 minuten live geweest. Ik moet nog heel eventjes Mark Trick bellen. Ik dank jullie voor het kijken naar deze livestream. Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Volgende livestream gaan we de shiny hunten en vissen waarschijnlijk met hardcore. Ik weet nog niet precies hoe dat we dat gaan doen. Wanneer? Misschien morgen durf ik niet meer zekerheid te zeggen. Anders heel misschien vrijdag. Ik durf niet echt de zekerheid te zeggen. Hou dat natuurlijk een beetje rekening mee in de Discord. Dan kan ik altijd wel aangeven. Nou jongens, ik ga live of ik ga niet live. Of het is in één keer een spontane livestream net zoals gisteren. Wie weet. Ik denk jullie in ieder geval bedankt voor het kijken. Bedankt voor de gezelligheid. En tot de volgende livestream. En natuurlijk bedankt voor de support. En ja, we hebben het gehaald. Ik ben trots. Yay. Ik hoop het, die man. We gaan ons best doen. Tot de volgende livestream, jongens. En bedankt voor het kijken, heb ik al gezegd. Ik blijf doorratelen. Dat is niet echt de bedoeling, maar goed. Doei! Misschien spreken jullie nog wel even gezellig op Discord. Lijkt me ook wel gezellig. Doei!